Hallo, ik ben Wiegert van Engelen van Natuurreis Zweden en vandaag ga ik het hebben over het verschil tussen Noren en Zweedse gluunschaatsen. Dit is het laatste deel van een drieluik. Dit keer de praktijktest. Hoe hielden de gluunschaatsen en de Noren zich op het Zweedse ijs? En dan nu voor de praktijkresultaten. Ik heb geschaatst op Edsken, ik heb geschaatst op Fika, op Öschön en natuurlijk op Rum. Ik heb geschaatst op glad ijs, op zwart ijs, op hobbelig ijs, ijs met scheuren, ijs met water en telkens zowel op gluunschaatsen als op Noren. En ik heb op de volgende 5 aspecten heb ik de schaatsen gescoord. Hoe schaatsen ze op ijs met scheuren? Wat is het verschil als je schaatst slecht ijs? Wat is het verschil als je schaatst op ijs met een pak sneeuw erop? Hoe zijn de schaatsen als je moet klunen? En hoe schaatsen ze als je op de baan kilometers lang op prachtig zwart ijs schaatst? En dit zijn de punten die ik toekende. We beginnen met ijs met scheuren. Eigenlijk maakt het daar niet zo heel veel uit of je nou schaatst met een klapschaats of dat je schaatst met een gluunschaats. In beide gevallen zijn lengtescheuren gevaarlijk, want je kunt erin rijden en breedtescheuren, ach, dat maakt niet zoveel uit. Zijn Noren minder stevig als je in een scheur raakt, want het klapmechanisme kan makkelijk kapot, dat is waar, maar ik denk dat het koppelmechanisme van een gluunschaats ook snel kapot gaat als je echt in een scheur terechtkomt. Hobbelijs, fondantijs, aangevroren sporen van je voorgangers, overijs of panijs, dat wil zeggen een laagje ijs, dun laagje water en weer een laagje ijs. Voor dat laatste maakt het niet zo gek veel uit of je nou op Zweedse schaatsen rijdt of op Noren. In beide gevallen wordt je voet stilgehouden door het bovenste laagje ijs en ga je er gewoon overheen. Daar helpt geen schaats tegenop. Voor hobbeltjes en fondantijs zijn de Zweedse schaatsen echt wel wat makkelijker. Je glijdt er makkelijker overheen en je hebt minder moeite om een flink lekker tempo te houden. Blijft dat bij alle soorten schaatsen het vooral de truc is om heel erg achterop je schaatsen te gaan zitten, op je hakken en over de hobbels heen te flieberen. Een pak sneeuw op het ijs. Normaal gesproken geen groot probleem in Zweden, want de ijsverenigingen zijn erg fanatiek en al heel snel wordt de baan weer geveegd. Maar het kan toch voorkomen dat daar waar jij wil schaatsen er op dat moment nog niet geveegd is. Eerlijk gezegd, ik vond dat de baanschaatsen mij daar het makkelijkste doorheen hielpen. Tot deze hoogte sneeuw heb je geen enkel probleem en je gaat gewoon door het pak sneeuw heen. Het nadeel van de Zweedse gluunschaatsen is dat je laag op de ijs staat en dus eerder de sneeuw in je schoen komt en je dus echt moet ploegen. Maar eerlijk gezegd, een los pakje sneeuw op het ijs maakt voor beide schaatsen niet echt heel veel uit. Klunen. Ja, dat is tamelijk eenvoudig. Daar zijn de Zweedse klunschaatsen echt voor uitgevonden. Met één eenvoudige klik heb je je schaats los en loop je over de sneeuw naar de koekjes open. Let wel op, keiharde, hele goede nylonzolen, maar op het ijs is dat nog flink glad. En ja, je kunt natuurlijk je beschermers onderbinden onder je Noren, maar dat loopt nog wat glibberiger. Tot slot, het schaatsen op mooi ijs. In Zweden, zoals ze zegt, heel vaak heel mooi, diep zwart en glad ijs. Wat moet je dan doen? Ga je schaatsen op je baan schaatsen, op je Noren of gebruik je gluunschaatsen? Eerlijk gezegd, dat is een beetje smaakgebonden. Zelf vind ik het heerlijk om mijn techniek van de baan ook op het natuurijs te kunnen gebruiken. Brede, lange slagen. En als lang het ijs mooi is, kan dat echt uitstekend met je Noren. De Zweedse gluunschaatsen hebben een beetje de neiging om een soort, wat zal ik zeggen, langlaufslag te veroorzaken. Dat wil zeggen, je gaat minder over je schaats heen en je bent meer aan het werken. Als je een langere tocht maakt, dan zijn dit soort schaatsen natuurlijk wel lekker, want het is heel erg comfortabel voor je voeten. Ze zijn wat groter, je voeten blijven warmer door de enorme dikke voering en eventueel dikke sokken en je staat wat lager op het ijs. Al met al zou ik zeggen, met deze schaatsen heb je veel plezier voor je enkels en deze schaatsen geeft iets meer plezier voor je dijbenen.
Deze vlog is onderdeel van een drieluik over de verschillen tussen Noren en Zweeds klunschaatsen. Voor de overige delen kijk hieronder naar de linkjes. Voor nog veel meer schaatsvideo's abonneer je op mijn videokanaal. Zie hieronder. Tot kijk!